Hallo allemaal, vandaag gaan we een kuikentje knutselen. En wat hebben we allemaal nodig? Je kunt gebruik maken van waterverf, plakkaatverf of een gele stift. Het gaat ons om de kleur geel. En misschien vind je het makkelijk een tandenborstel voor de waterverf of een kwast voor de gewone gele verf. Eén van die drie dingen is al goed. Daarnaast heb je nodig 2 witte velletjes papier, een potlood en een stift, een gekleurd vel papier en een klein stukje oranje papier voor het snaveltje. Hier heb je even wat hulp voor papa en mama bij nodig. Papa of mama tekenen 2 eieren. Op elk wit vel 1 ei. Dat zie je hier. 1 ei gaan we geel maken. Dat kan of met een stift of met waterverf. Oh, en ik heb een tandenborstel. Maak het hele ei geel. Zo, dit ei is al helemaal geel. Dat kan even drogen. Dan gaan we bij het andere ei kijken. In het andere ei maken we in het midden een gaatje. Ik heb hiervoor met een potlood door het papier geprikt. Dan haal je het potlood eruit en ga je met je vinger het ei een beetje openscheuren. Eigenlijk heb ik nu natuurlijk 2 handen nodig. Zodat er een kleine barst in het ei komt. Ja, jullie mogen gewoon 2 handen gebruiken hoor. Nu hebben we een schaar nodig. Maar dat is een werkje voor papa of mama. En knippen we allebei de eieren uit. Dus het geel geverfde ei en het witte ei. Zo, ik heb ze ondertussen ook uitgeknipt. Dan heb je plak nodig. Dat mag een pritstift zijn, maar misschien heb je thuis ook wel een gewoon potje plak. We gaan het gele ei plakken op het gekleurde vel papier. En nu doen we ook plak op ons witte ei. En dit witte ei plakken we op het gele ei. Nu hebben we nog een oranje stukje papier. Daar knippen we een klein snaveltje uit. Daar heb je waarschijnlijk ook weer een beetje hulp van papa en mama bij nodig. Kijk, dit is het snaveltje. Er gaat een beetje plak op de achterkant. En het snaveltje plakken we in de opening van het eitje op het geel. Dan hadden we ook nog een stift. Want ons kuikentje heeft niet alleen een snavel nodig, maar ook 2 oogjes. En hier hebben we ons lentekuikentje uit het ei.
Misschien heb je thuis zelfs nog wel een beetje stro of hooi, dan kun je dat eronder plakken. Dan ligt het eitje lekker knus in het hooi. Nou, dit was ons paaskuikentje. Veel plezier! Ik hoop dat jullie thuis heel veel kuikentjes gaan knutselen. Ik ben heel benieuwd. Dag lieve kreeftjes!